Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 24 december. Er waren wolkenvelden vandaag, maar toch ook wel wat zonnige momenten. En vanochtend vielen er hier en daar nog een paar buitjes. Het is dus nu wachten op een volgend neerslaggebied dat momenteel boven Groot-Brittannië ligt. Om half elf was het duidelijk te zien. Inmiddels ligt het over het oosten van Engeland en trekt het de Noordzee op. En aan het eind van de middag, begin van de avond, dan passeert het Nederland. Het is een smalle band met neerslag, dat betekent ook dat het in de loop van de avond weer vrij snel droog wordt vanuit het westen. Het was weer erg zacht vandaag, met een maximum temperatuur die opliep tot lokaal 14 graden. Ook vanavond zijn de temperaturen nog hoog, zo'n 10 tot 11 graden is het. Zoals gezegd, er passeert een neerslaggebied. Aan het eind van de middag, begin van de avond, trekt dat het land binnen en dat gaat dan naar het oosten. In het tweede deel van de avond trekt het het land weer uit. Daarachter komen flinke opklaringen. Overigens is het wel zo dat het vanavond stevig waait. Er staat een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Wind kan af en toe hard worden langs de kust, windkracht 7, misschien in het warre gebied zelfs wel even stormachtig. En daarbij ook nog zware windstoten tot zo'n 80 of 90 km per uur. In het tweede deel van de avond, zoals gezegd, wordt het allemaal een stuk rustiger. En vannacht dan zijn er brede opklaringen. Een temperatuur die daalt dan naar zo'n 4 tot 6 graden. Het blijft overal droog en de wind die neemt af. Het wordt een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgenochtend, eerste kerstdag, zijn er eerst zonnige perioden, vooral in het midden en in het noorden van het land. In het zuiden neemt al de bewolking toe en in de loop van de ochtend kan er in het zuiden al wat lichte regen gaan vallen. Die neerslag die spreidt zich uit richting het noorden, maar het duurt tot de avond voordat het in het noorden ook gaat regenen. In de avond zijn er dan wel perioden met regen, ook in het noorden, en wordt het in het zuiden weer droog. De temperatuur die ligt overdag zo rond de 9 tot 10 graden, maar later in de middag en ook in de avond stijgt het kwik nog wat verder. Kan het lokaal 11 of 12 graden worden. Op tweede kerstdag blijft het op veel plaatsen droog. Er is veel hoge bewolking aanwezig, maar de kans is aanwezig dat de zon ook door gaat breken. Het is in ieder geval heel zacht met temperaturen tussen de 11 en de 13 graden. Op zondag ook eerst wat zonnige perioden, maar geleidelijk aan vanuit het noordwesten toch ook wel wat neerslag. En die neerslag die breidt zich uit richting het zuidoosten. In de avond wordt het dan weer droog. De temperatuur ligt tussen de 10 en de 11 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog, ook dan nog zo steeds zo'n 10 tot 11 graden bij een matige wind uit zuidelijke richting. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u fijne kerstdagen.